dat ik al bijna 2 maanden gestopt met blowen. Daar ben ik heel trots op. Ja. Wij vroegen 100 mensen, waar ben je trots op? Waar ben ik trots op? Waar ik trots op ben. Ja, ik zou zeggen mijn schoolcijfers, maar die zijn nu een beetje aan het dalen. Dus. Sowieso mijn HAVO-diploma. Echt credits naar al mijn leraren. Op mijn studieresultaten tot nu toe. Dat het op het moment gewoon goed gaat met mijn opleiding. Zowel de middelbare school als het eerste jaar nu heb gehaald. Ik ben trots dat ik nu opleiding verpleegkundige doe. En dat ik nu iets doe wat ik heel leuk vind. Mijn school, mijn opleiding. Ik denk dat ik daar wel trots op mag zijn. Ik heb nog nooit onder een 7 gehaald. Dat ik deze studie doe en dat ik het ook best goed doe, naar mijn mening. Oh, eigenlijk komt het misschien heel cliché, maar wat ik nu heb bereikt. Ik ben 19, ik ben toch al naar het buitenland geweest, ik heb een goede baan, doe een leuke studie. Ja, ik denk dat dat wel een ding is dat ik leuk vind. Ja, dat ik in een korte tijd heel veel heb bereikt. Hè? Dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Van werk wat je bereikt hebt. Nou, dat ik fulltime vast werk heb. Dat ik nu nog zoveel leuke kansen krijg om in de filmwereld wat te doen. Dat ik nog in staat ben verre reizen te maken. Ga ik weer terugvallen op vrijwilligerswerk. Dat ik heel veel dingen nog allemaal doe. Op het leven zoals ik het geleid heb. Trots op dat ik de winter weer gewoon goed door ben gekomen. Dat ik veel sociale contact heb. Mijn vriendengroep, zeg maar, die dichtbij me staat. Mijn vrienden. En alle vrienden die ik heb. Op mijn moeder. Zij is heel erg bezig met school. En dat op een latere, wat latere leeftijd. Op onze familie. Nou, ik ben er trots op dat we het zo prettig hebben. Dat ik deel mag uitmaken van mijn familie. Dat ze er altijd voor me zijn. Op mijn familie, op mijn ouders. Op mijn huwelijk. Dat ik getrouwd ben geraakt met mijn man. Ik ben trots op mijn zusje, op mijn vrouw, uiteraard ons kind. Op mijn kinderen ben ik super trots. Kinderen. Mijn kinderen. Kinderen. Op mijn kinderen. Dat ze het doen zoals ze het doen. Nou, eigenlijk op niet. Voornamelijk dat Vincent het gewoon heel goed doet. Als mijn dochter goede cijfers haalt. Mijn gezin, mijn meiden, mijn huis en alle vriendschappen. Ik zag mijn kleindochter pas laatst in een musical van school. Eigenlijk op mijn kleinzoon die een wereldkampioen is, EK, in taekwondo. Op mijn kleindochter. Die alles zo goed voor elkaar krijgt met het filmen. Ik ben trots op mijn kleinkind. Dat ik mag leven. Dat ik goed leven heb. Op mijn doorzettingsvermogen. Wat me ook verder brengt in het leven. Dat ik altijd naar mijn gevoel luister. Mijn creativiteit. Kleine dingen die dan, waar je op tegen opkijkt, wat je dan uiteindelijk toch doet. Dat ik in mijn leven heb gekozen voor wat ik uiteindelijk zelf wil. Gewoon dat je gewoon jezelf kan zijn en dat het je grotendeels niet uitmaakt wat andere mensen vinden. Ik ben gewoon mezelf. En ik kan mezelf ook zijn overal. Dat vind ik gewoon leuk. Ik ben trots op iedereen die me gewoon laat zijn wie ik ben en me helpt met de dingen die ik echt ontzettend vet vind om te doen. Op wat ik tot nu toe heb bereikt met mijn sport. Op tafeltennis. Gewoon dat ik met tafeltennis gewoon zo ver ben gekomen, zeg maar, en dat ik gewoon door kan gaan. Dat ik afgelopen maandag mijn skidiploma heb gehaald. Dus dat ik nu definitief les mag geven in heel Nederland. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Like even hieronder en abonneer en druk even dat belletje aan, zodat je precies weet wanneer wij een video uploaden. En dan zien we jou bij de volgende video.